Doe maar. Kom maar. Ja, mensen. Check. Eeuw, het Ibrahim, wai wai. Eeuw, echte mannen, wai wai. Positiviteit, wai wai. Activiteit, wai wai. Negativiteit, wai wai. Geen tijd voor, wai wai. Heel wegen door, wai wai. Brian Vlogs. Goedemorgen mensen, tof dat jullie allemaal weer kijken naar deze video. Ik moet jullie eerlijk zeggen, ik ben echt best wel zenuwachtig eigenlijk. Speciale dag natuurlijk. Ik weet niet eens wat ik moet aantrekken. Ik zit de hele tijd te kijken. Ik heb van alles uit de kast getrokken. Ja, ik denk dat ik gewoon casual ga eigenlijk. Maar wat moet je voor zo'n dag, wat moet je dan precies aantrekken? Ik weet het niet. In ieder geval, ik ga snel omkleden. Ik ben al best wel laat, zoals gewoonlijk. En ik ga onze grote vriend Bilo ophalen. Onze cameraman. Het is een hele speciale cameraman vandaag. En dan gaan we knallen. Dus ga mee. Tot zo. Alleen maar liefde. Tot zo. Ja. Goedemorgen! Lutterijnen van Pasco Lutterij. Ja, ik zit in mijn eentje, maar ik ben vrolijk mensen. Het weer is dramatisch. Het is gewoon niet normaal. Niet normaal hoe het weer vandaag is. Maar dat neemt niet weg dat ik ben al een beetje van mezelf vrolijk. Maar ik ben nu nog vrolijker. Ik ga nu mijn broertje ophalen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik jullie oprecht bedanken. Voor al jullie lieve comments. Mensen hebben me geappt, mensen hebben DM's gestuurd, Facebook, LinkedIn, weet ik wat allemaal. Van de vorige video die ik heb gemaakt met mijn vader. Oprecht alleen maar liefde. Super bedankt voor jullie comments. En super top dat jullie allemaal geabonneerd zijn. Echt geweldig. En ik hoop ook dat na vandaag dat jullie gaan abonneren. Want we gaan hard mensen. We gaan heel hard. Wilde ik even met jullie gedeeld hebben in de tussentijd dat ik onderweg ben naar Bilo en zo. Dus ik ga nu gewoon eventjes toveren voor alle kinderen. Niet doorvertellen dat ik kan toveren. Mag je absoluut niet doorvertellen. Ik tover zo meteen dat onze grote vriend Bilo hier gaat zitten. Zijn jullie klaar voor of niet? Ik vraag, ben jij er klaar voor of niet? En voor onze volwassen kijkers, dan moet je even gewoon, weet toch, niet vertellen wat het geheim is, hè, hiervan. Niet vertellen aan je kinderen. Beloofd? Of aan je toekomstige kinderen of wat dan ook. Nou, mensen, daar komt ie. Hocus pocus pilaris pas. Ik wou dat Bilo hier was. Wow! Hey Bilo, ouwe reus. Hé? Alles goed, jongen? Ja. Hé? Waar kom jij vandaan? Kan toch niet, we hebben toch een dak? Kan toch niet vallen? Hé? Hoe gaat het, jongen? Wie? Ben ik een grapjas? Maar ik kan toch toveren? Ik kan niet toveren. Ga niet lachen, hè? Hij is weer zot. Vandaag is een hele mooie dag, Bilo. Ja. Hè? Ja. Wat voor dag is het vandaag? Een mooie dag. Maar wat voor dag? Wat gaan we doen? Zaterdag. Wat? Zaterdag. Zaterdag? Ja. En wat gaat vandaag gebeuren? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen vandaag? Khadija. Ja, jongen, jongen. Heb je nou eens een keer dat jij niet met Khadija begint? Maar wat gaan we nog meer doen? Ah ja. Wat dan? Ja. Ah ja. Ja, dan, ja. Ja dan. Auto. Wat? Deze auto gaat weg. En we gaan in. Nieuwe. Een nieuwe auto halen. Hele mooie, Bilo. Ja. Een hele mooie auto. Ben je er klaar voor? Ja. Heb jij er zin in? Ja. Echt waar? Ja. Weet je wie we ook gaan ophalen vandaag? Ja. Hè? Khadija. Ja. Ik zweer. Deze man. Luister niet. Ik heb voor Khadija moeten betalen. Ik heb geld moeten neerleggen. Kreeg ik er van de ouders mee. Heb jij die moeten doen, vriend? Nee. Hey. Ik heb de bruiloft moeten betalen, niet jij. En nu wil jij er vandoor gaan met mijn vrouw. Wat is dat nou allemaal? Ah, nou, je zegt wel weer gek. Hé, hey, luister eens. Weet je wie er mee gaat? Ja. Zal ik dat vertellen? Hè? Hans! Vind je Hans niet lief? Nee, een grapje. Grapje. Wees een grappie. Weet je wie er mee gaat, Bilo? Weet je wie er mee gaat? Zal ik dat vertellen? Ja? Ja, ja, dames en heren. Vandaag gaat Nee.
gaan. Gaan we naar Wahid. Wahid? Ja, die gaat ook mee. Nieuwe auto ophalen. Gaan we naar Wahid toe? En Khadija. Ja, Khadija gaat ook mee. Die doen we in de kofferbak. Afgesproken? Ja. Ja, ga naar je. Geef eens high five. Hallo, geef eens high five. Auw, rustig. Geef eens high five. Mensen, tot zo. Arbedertje. Kapot. Wat is kapot? Auto. Auto? Nee, de auto is kapot. En we moeten nu naar Amsterdam. We moeten onze nieuwe auto ophalen, Bilo. Hoe gaan we dat doen? We gaan met de... fiets. Met de fiets? Met de fiets? Met de fiets? Wie is dat? Hoi. Wie is dat? Wie is dat dan? Wahid. Wahid. Ja, okay, maar... Brian. Dat is goed. Jij niet verwacht, hè, dat ik zou komen. Ja, is goed. Brian. Wat is dit? Ja, het is geen... Dit is mijn weekend-auto. Wat is je mee dan? We gaan voor jullie toch een nieuwe auto. Had Khadija tegen jou gezegd? Nee, ik ben overal op de hoogte. Je bent niet makkelijk. Maar ik zeg geen wil, ik ben wel echt blij bij. Het is wel weer een mooie plek. Toch? Ja, hola. Als jij niet blij bent vandaag, dan weet ik het ook niet. Maar heb jij een nieuwe auto dan? Nee, ik heb schade gereden, vervangend vervoer. Hola? Ja. Niet mijn fout. Hij heeft al een bril van 5x5, maar... Nee. Maar ik zeg eerlijk, hola, ik ben echt blij. Ja, tuurlijk ben je hola, blij. Ik ben echt super blij. Ik denk als jij ziet wat je gaat krijgen... Milo probeert jouw auto echt te duwen. Milo! Ik ben met de fiets, wat doe je? Oh, je bent. Nou, we gaan bij de pontdealer, geen grap. Nou, we hebben, wacht even, Wahid, of Jermaine, of Bilal, kijk eens, kom eens kijken, ik laat je wat zien. Kom eens. Oh, we hebben de auto van Jermaine. Kijk eens. Oké, nou, Jermaine, dit was een grap. Bilal is van naar binnen. Hey, wacht, vriend. Kom, Bilal. Bilal, kom. Bilal, we krijgen zo'n tinnen schade. Ik ga gelijk mijn auto leveren. Ja. Nee. Ja, hoe is het? Welkom. Heb je zin in? Nee, nog niet. Ja, wachten, nog even wachten. Ja, een beetje. Nog heel eventjes. Deze man is wel echt heel erg ongeduldig. Maar mag ik wel een knuffel van je? Ja, mag ik wel een knuffel, man. Klasse, man. Ja, lekker, man. Heerlijk. Ja, dankjewel, man. Geen probleem. Ik ben enthousiast. En dit is? Rogier Potto. Rogier Potto. Alles goed? Zeker. Met jou? Heb je er zin in? Ja, ik ook. Als jij ook zin in. Ja, ik zeg eerlijk. Ik ben van helemaal vanuit Leiden. Met de fiets. Dus als het goed is, moeten we wat beter terugkrijgen. Gisteren vertrokken, inderdaad. Welkom. Is er een lekker plaats? Kijk. Kijk eens, mensen. Even serieus. Welkom, meneer Lakhal. Ja, dat zijn ze. Gaan we openmaken? Ja. Wat zeg je? Nee, nog niet. Sowieso, mensen, ga alvast naar het filmpje kijken hoe het bij mij eigenlijk begonnen is, waar ik als eerste auto mee ben gestart, de hele weg tot hier naartoe. Dus check het filmpje alvast en ik ga alvast een heerlijk bakje koffie regelen, want moet je eens kijken. Dit is gewoon finesse, mensen. Hier houden van. Alleen maar liefde, tot zometeen. Heel lang geleden, toen kwamen mijn ouders hier zo in Nederland wonen, hier zo in het gebiedje Leiden. In die tijd, weet ik nog, hadden we eigenlijk geen auto's en helemaal niks, maar we hadden wel de koeien die hier zo in de Leiden-Noord zich plaatsvonden door de boeren, bekende boeren waar mijn vader erg actief was. Nou ja, mensen, gewoon zottigheid, maar wat wel echt klopt, is dat ik echt serieus in deze wagen ben begonnen. En toek toek. En je moet je voorstellen dat je mij in dat ding ziet rijden met mijn 65 tanden. Echt met een smel op mijn gezicht dwars door de stad heen. En ik was niet alleen Leiden te vinden. Echt in elke omringende stad was ik met dat ding. En achterin zaten de sportspullen. En eigenlijk ja, iedereen wist wie ik was op het moment dat ik in zo'n tuk-tuk aan het rijden was. Geweldig toch? Later, toen promoveerde ik. Toen weet ik nog dat ik heel graag een auto wilde kopen. Maar mijn vader was eigenlijk flink op tegen. Waarom? Het zaten allemaal kosten aan. En hij vond het gewoon eigenlijk zonde. En toen besloot hij eigenlijk dat ik in deze wagen samen met hem moest gaan rijden. Nou kijk,
Bekende, gewoon bagage op het dak, gordijnen aan de ramen. Geweldig. Iedereen wist wie ik eigenlijk op dat moment was. Al mijn vrienden stapten hierbij in. En eigenlijk was het wel een beetje stoer. Ik was vrij jong, klein. Ik had bijna een kruk nodig om in deze auto in te stappen. Maar het is dwars door Leiden heen. Ik kwam eigenlijk overal en nergens. Ik weet nog dat er een dag was dat ik voetbaltrainer was in Leidschendam. En elke keer moest ik mijn vaders auto gebruiken om naar Leidschendam toe te gaan. Maar soms, mijn vader had ook wel een moment dat hij zei van, nou joh, ik heb de auto nodig, dus dan kun je hem eigenlijk niet gebruiken. Nou, en de eerste moment dat ik eigenlijk een wedstrijd moest gaan coachen, toen kreeg ik 's ochtends vroeg, ergens om 8:30 ochtends, kreeg ik te horen van mijn vader dat ik de bus niet kon gebruiken. En ik zei, joh pap, mag ik alsjeblieft die auto gebruiken? Want er staan spelers op mij te wachten, ik moet nu die spelers gaan coachen. Waarop mijn vader zei van, ja, je gaat maar op de fiets. En ik weet nog dat ik aankwam bij de voetbalvereniging. En dat al die spelers hun beginnende trainer zag aankomen fietsen. Want ze stonden helemaal versteld. En ze zeiden van, kom je helemaal uit Leiden op de fiets? Ik zeg, ja, daar word je groot en sterk van. En ik weet nog dat ik dat eigenlijk, ja, met een grapje wegging lachen. Maar de kern was dat ik eigenlijk niet tegen kon. En uiteindelijk ben ik mijn vader wel dankbaar dat hij me wel liet weten dat je, als je iets wil bereiken, dat je dan echt voor moet zwoegen. En dat was eigenlijk de kern van het verhaal. En dat was ook voor mij het moment dat ik besloot om naar mijn werkgever toe te stappen en te zeggen dat ik eigenlijk een ander vervoersmiddel wilde. En toen regelde mijn werkgever, weet ik nog, deze Volkswagen Caddy. De mooiste momenten die ik eigenlijk heb beleefd is dat ik naar Rome ben gegaan met de auto. En we overnachten letterlijk daar in de kofferbak. Maar hier gingen we overnachten. We hadden niet genoeg geld in die tijd om letterlijk dure hotels af te huren. En we gingen achterin, gingen we gewoon slapen. We waren met z'n tweeën en we hadden gewoon slaapzakken bij ons. En gingen we gewoon in overnachten. En later bleek dus dat we in het buitenland totaal niet verzekerd waren. En dus dat ik in een onverzekerde auto reed in het buitenland. Een aantal jaren later, rond mijn 24ste, heb ik voor het eerst eigenlijk zelf een auto gekocht. En toen ging het vrij snel. Toen kocht ik een Renault. Van een Renault ging ik naar een Clio. Van een Clio naar een Prius. En van een Prius ging ik naar een Lexus. En van Lexus kom ik nu, wat je zo meteen verder gaat bekijken. Oké, nou mensen, ik zit hier met Mondië. Was het goed, Mondië? Dat is goed, hoe is het met jou? Dit zijn ze hoor. Ja toch? Ja, ik zeg eerlijk, ik ben echt super, super blij man. Je straalt het uit. Ja, ik ben echt blij. Ik weet niet wat deze gozer daar achteraan aan het doen is. Die is niet blij. Willy's Free. Ja. Zijn jullie erbij gekomen? We zijn origine een accountancybureau. En bij ons kwam eigenlijk de behoefte zelf om te gaan leasen, een auto te gaan leasen. En we kwamen erachter dat er rentecomponenten in zaten. En vanuit onze religieuze motieven hadden we daar bezwaar tegen. En zijn we eigenlijk gaan kijken hoe we dat konden oplossen. Zijn we gaan kijken naar verschillende contracten bij verschillende leasemaatschappijen. En na lange wikken wegen kijken wat de mogelijkheden zijn, is het ons gelukt om voor onszelf toen rentevrije leasecontracten te bewerkstelligen. En bleek dat daar veel meer vraag naar was. Veel meer mensen die wilden leasen en bezwaar hadden tegen rente. Toen zijn we gaan kijken hoe we er echt een product van konden maken. Ja. En openlijk op de markt konden aanbieden. Want ik zeg je heel eerlijk, een paar maanden geleden, ik lease ergens anders. Maar een paar maanden geleden dus, toen hoorde ik ineens dat als je leest dat er dan rente bij kon kijken. Ja. Dus ik zat eigenlijk best wel een benarde situatie. Mm-hmm. En gelukkig liep mijn contract af en toen hoorde ik over jullie. Dus ja, weet je, kijk, volgens mij zijn er ook mensen die gewoon niet gelovig zijn en rentevrij willen leasen. Maar ook mensen die gelovig zijn. Ik geloof dat het voor hun ook vooral lastig is als ze een huis willen kopen of een auto willen leasen. Ja. Dat ze dan vooral rentevrij willen. Klopt. En dat rente absoluut geen optie is. En dit is, want volgens mij, voor zover ik weet, zijn jullie de enige bedrijf in Nederland die dit aanbiedt. Klopt. Ja, we zijn de enige die het inderdaad aanbiedt. Ja, wolle, het is echt rentevrij. In heel Nederland. En we doen het nu op zakelijk. Want hoe lang zijn jullie al bezig? We zijn in januari 2018 gelanceerd. Dus jullie zijn pas? Een jaar. En het is meteen echt heel hard gegaan. Ja? Het bleek gewoon meteen heel veel vragen naar te zijn. Wat ik wel begrijp op zich. Ja, en ik vraag me ook oprecht af waarom jullie ervoor gekozen hebben om ons te sponsoren. Ik volg jou al eigenlijk vanaf het begin. Jouw eigen filmpjes, et cetera, altijd leuk gevonden. En wij zelf hebben bepaalde principes waar we voor staan. En daar komt ook het rentevrije vandaan. En dat is ook een maatschappelijke impact. We vinden het belangrijk om ook impact te kunnen maken op maatschappelijk gebied. En wat jij natuurlijk doet met jouw broertje, dat steunen wij heel erg. En ook waar jij komt, wat voor projecten jij draait. Is een en al enthousiasme en zoals jullie zeggen liefde. Ja. En daar staan wij volledig achter. En je maakt veel uren in de auto. Ja, absoluut. Ja. Dus, ik dacht in de wintertijd, de komende tijd, is stoelverwarming wel lekker. Zit er zelfs stoelverwarming bij? Nee joh! Het moet
kunnen geen auto meer stoppen. Gruwelijk, man. Ik ben ook wat meer comfort in zijn auto. Gruwelijk, gruwelijk. Dus, wat we willen zeggen, ga lekker door ermee. Echt super bedankt. Het is van harte gegund. Echt bedankt. En soms zal ik ook tegen mijn kijkers zeggen van, echt, het is gewoon allemaal haalbaar. Je kan echt letterlijk alles bereiken wat je wil. En zoals je net in het filmpje konden zien van, kijk waar ik mee ben gestart. Letterlijk met een tuk-tuk. Gewoon Piaggio tuk-tuk. En nu ga ik gewoon in een Audi rijden. En voor mijn gevoel ben ik nog lang niet klaar. En misschien kan het zijn dat ik volgend jaar weer een elektrische fiets zit of wat dan ook. Of ik rij in een Range Rover, dat weet je never nooit. Of een Audi Q7, toch? Q7. Q7. Q8 of een Q8 zelfs. Kijk eens aan. Kortom, alles is mogelijk. Nogmaals, super bedankt. En volgens mij wilde je dat ik iets nog ging doen? Ja, een knoppeltje gaan zetten. Oké. Okay. Even bijpakken. Oké, nu komt het officiële gedeelte. Nou, we hebben hem weer teruggehaald, mensen. Hij is weer terug. Maar wat is dit? Dit is het aflevering-formulier. Je hoeft de kleine letters niet te lezen. Gewoon lezen. Maar sowieso, voordat ik ga tekenen, ik wil eerst mijn auto zien, vriend. Die auto, dat is allemaal... We gaan eerst even de auto checken. En dan gaan we tekenen, toch of niet? Nou, laten we even de auto checken. Oké, mensen. Het wordt hem. Oké. Ja? Vanaf hier ook al. Hey. Kun je het even zien vanaf hier eerst? Even voor de zekerheid. Jeetje. Ja, we moeten Audi niet tekort doen, vriend. 1, 2. Ja, rustig. Wat ga je doen? Rustig. Geniet ervan. Met liefde. Doe maar. Kom maar. Ja, mensen. Check eens. Ja. Ja. Wino! Dit is niks meer. Wow! Wino! Hey! Hier is een knuffel! Dit is dik hoor. Dan gaan we nu naar jouw auto. Ja, met de wakker. Oh man, gewoon, hij rijdt gewoon een nieuw. Je klinkt heel blij. Ja, man. Even serieus, man. Wejo. Kom, Wilo. Oh, er zijn al wat dingetjes meegenomen. Wat is dat? Hoe kom jij hier nou weer? Ja, man. Nou, hier pas jij zelf ook in brein. Hier kan Khadija in of kan Fransie. Passen? weet je wat ik echt vet vind? Vroeger, een paar jaar geleden, hier, ik was altijd als ik auto's zag en dan kreeg ik een knipperlicht hier zo, weet je? Ja. Dat was gewoon echt serieus een droom van mij. Gewoon knipperlicht, gewoon dat je hier. Bram, tegenwoordig knipperlicht zit ook achter, heb je ook een soort knipperlicht. Wow. Dat is het meest stoere. Dat meen je niet? Van Audi, kijk, ik ben een Mercedes liefhebber. Maar van een Audi vind ik dit... Nee, gek! Oude race? Hè? Ja, dit is echt gruwelijk. Ja, ik heb je ook nog nooit je tanden zo veel. Ja, man, vandaar, echt, dankjewel. Je moet ook binnenkort op slot kiezen, we moeten eruit. Dat is even informatie voor... Heb je dat zo informatie? Verstand kiezen, hè? Moet even eruit, man. Waarom? He? Oh, nou ja, van de 40 twee jaar af kan. Ja, kijken. Mooi. Dik hoor. Mooie auto. Ja, je bent dus blij? Ik ben echt super blij. Ik ben echt serieus intens blij. Gewoon echt, dit is gewoon weer een mijlpaal in mijn leven. Meen ik oprecht. Ga je achter zitten? Kom. Nee, kijk hier. Er is aan mij. Klaar voor? Ja. Oké. Nog een keer?
even kijken wat mijn pa ervan vindt. Zal hem, Sjoen? Ja. Zit in bro. Ja, leuk werkje. Ja? Lees scherp. I mean. Bismillah. Zo. Ziet er gevaarlijk uit. Kies het. Ja? Ja? Mleh houla, Kia. Ja, wat klas. Het was een tijd. Dacht mijn vader slapen. En dan ging ik stiekem. Ging zijn busje pakken. Dag in? Laat me nou. Nu komt hij naar zo'n tof is. Ik heb een nieuw jongetje. Laat lekker. Maar voor alle kinderen is het absoluut niet de bedoeling om dat te gaan doen. Maar ja, ik was in die tijd was ik niet helemaal, helemaal verstandig. Maar ja, ik heb het helaas wel gedaan. En eigenlijk maar één keer heeft hij me eigenlijk gepakt, hè? Takken? Nou, ik heb het niet. Maar ik heb niet een soort van automobiel, maar ik heb het niet. Ja, wat heb je met ons? Allah yuffak. Amen. والله يوفقكم أتمنى والله يحفظكم أنت وأخوتك آمين آمين الله يزين خوتكم آمين الله يجعلنا دائما فرحانين مبسوطين إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيك أوكي السلام عليكم يا وي يا وي زندبي إذا بابا خديجة يا ويل يا ويل يا ويل mensen hier zijn we weer. Nou mensen, ik wil even zeggen dat ik echt super 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 blij ben. Allereerst wil ik even een aantal mensen bedanken. 1. Dat is God. Want zoals de meeste van jullie weten, ik geloof in God, ik geloof in Allah. En ik geloof dat zonder hem was überhaupt niks mogelijk geweest. Daar ben ik super dankbaar voor. 2. Ben ik mijn ouders dankbaar voor. Dat ze altijd in me geloofd hebben. Dat ze altijd achter me staan, onvoorwaardelijk, wat dan ook. Op nummer 3 wil ik mijn broertje bedanken. Want zonder hem was dit sowieso ook niet gelukt. Misschien wel op een andere manier. Maar ik ben Bilal super dankbaar. En zo zie je maar. Heel vaak, want ik heb een aantal comments gelezen en dan zegt iemand van ja, zonder je broertje had je dit niet, of zonder je broertje had je dat niet, of zo. Klopt allemaal. Zonder mijn broertje had ik niet eens een YouTube kanaal waarschijnlijk. Bilal heeft eigenlijk mee voor gezorgd, ik ging nadenken om een YouTube kanaal te starten. Dus zonder Bilal, toch, was ik nooit gestart, had ik ook nooit deze 13 of 15.000 abonnees gehad. Dus wat dat betreft, ik ben Bilal dankbaar daarvoor en er is ook niks mis mee. Het is toch super mooi dat iemand, de jongste van het gezin, die de syndroom, die down heeft, en uiteindelijk voor zorgt dat zijn oudste broer hem zo ver krijgt. Dat vind ik gruwelijk. Ik wil Willy's Free, wil ik super, super, super bedanken. Voor jullie tijd, voor jullie inzet, voor jullie geloof in ons, in ons kanaal. Echt super bedankt. En ik wil ook bedanken alle mensen die naar ons kijken en mensen die ons supporten. Want zonder jullie had Willy's Free ons ook niet gesponsord. Hadden ze ook niet voor gezorgd dat we zoiets dik zouden krijgen. Iets waar je eigenlijk nooit in zou geloven. Wat ik even aan de jongeren wil meegeven. Aan de kinderen, aan jongeren, aan ouderen. Maakt niet uit wie. Maakt niet uit. Als jij kijkt, dan zou ik dit meenemen. Hier kan je zien dat je werkelijk... Ik zit een betoog te houden, vriend. Ik zit een speech te houden. Dit is de speech van Martin Luther King, jongen. En jij gaat hier zo ineens aan mij zitten. Hè? Wat ik jullie mee wil geven... is je ziet dat je alles kan bereiken wat je wil. Dit had ik 2 jaar, 3 jaar geleden, had ik dit eerlijk gezegd. Een aantal jaar geleden kon ik absoluut niet indenken dat ik dit voor elkaar zou krijgen. Dat ik een auto te waarde van zoveel voor elkaar zou krijgen. Kijk waar ik vandaan kom. En er is een verhaal wat ik jullie ooit ga vertellen. Het is echt in ieder geval een inspirerend verhaal, denk ik. Maar dit is voor mij een mijlpaal. En het gaat er niet om dat ik in een Audi rijd of in een Ferrari. Tuurlijk, ik ben super blij en dankbaar daarvoor. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ik een mijlpaal heb bereikt. Wat ik jullie wil laten zien is niet de Audi op zich. Ik wil jullie laten zien dat je van een tuk-tuk of van een fiets of van een step of van een space scooter of van wat dan ook, dat je gewoon stappen kunt maken zolang je maar gelooft in jezelf en er alles voor doet. Het komt niet zomaar aan bij je. En de mensen die allerlei andere dingen doen en slechte dingen doen om aan geld te komen, zodat ze kunnen laten zien van, hé, kijk eens wat ik heb. Daar moeten we niet achter staan, dat moeten we niet supporten. Het moet wel respect blijven tonen en mensen steunen om dat niet meer te doen. Maar kijk vooral naar mensen die eigenlijk via school of via hard werken of wat dan ook, dat voor elkaar krijgen. Dus geloof in jezelf, ga ervoor, knallen en laat zien dat je echt
de top gaat bereiken. Nogmaals, ik wil jullie super bedanken. Vergeet vooral niet te abonneren. Vergeet niet te delen. Vergeet niet te liken. Want Bilal, wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... liefde. En wij zeggen altijd... Dan zeggen we tijd. Positiviteit. Krijg je nog knuffel? Klasse, jongen. Hartstikke goed. Nou mensen, alleen maar love. Super bedankt. En ik hoop dat jullie genoten hebben. En vergeet vooral niet te liken en te abonneren. Aardvredje. Why, alleen maar liefde, why. Jeu het Ibrahim, why. Jeu het Bilal, jeu het Ibrahim, why. Jeu het Bilal, jeu het Ibrahim, why. Jeu echte mannen, why. Positiviteit, why. Activiteit, why. Negativiteit, why. Geen tijd voor, why. Heel wegen door.